Welkom bij een nieuwe aflevering van Vraag op Straat. In deze aflevering gaan we de straat op om mensen te vragen of dat ze door het recente negatieve nieuws over vlees minder vlees gaan eten. Doet me eigenlijk niet zoveel, aangezien ik zelf al een hele tijd minder vlees eet. Ik wist dat al, dat vooral rood vlees en worst kankerverwekkend is. Wij moesten vroeger gewoon eten wat er opgeschept werd. En wij vroegen ons eigenlijk ook thuis niet af, maar op paar waar komt dat vandaan. Dus. Ik weet niet echt wat er in het nieuws is over vlees. Maar ik heb het wel gehoord. Mij maakt dat niet uit. Ik blijf gewoon vlees eten, dat is gewoon lekker. Nou, eigenlijk is er naar mijn gevoel niet zo heel veel nieuws van wat we al niet eerder wisten met rood vlees en bewerkt vlees. Dus ja, mijn mening is dat ik dat af en toe eet. En niet dagelijks en ook af en toe ook wel vermijd. Ja, wat moet ik ervan zeggen? Ik vind het een beetje verwarrend. Waarom dan? Dat je dingen niet meer kunt eten. En eens hebben ze er wel vaker geweten al dat het bepaalde dingen goed of niet goed zijn. Het zit overal rommel in. Nou, ik vind het wel een beetje raar dat ze zeggen dat er kanker in zit, samenwerkende stoffen en zo. Maar ja, ik blijf het wel gewoon eten, want ja, het is gewoon lekker. Nou, ik ben er wel blij mee dat dat zo in het nieuws is gekomen. Ja. En waarom dan? Nou, dat de mensen toch bewuster gaan worden wat we eigenlijk allemaal aan het eten zijn. Maar iedere dag heel veel, zo'n grote bloederige bieflap of hamburger, dat is natuurlijk niet gezond. Maar dat doe ik ook niet. Ik zelf eet heel weinig vlees. Dat is maar zelden, want ik eet meer vis en kip. Ja, ik had ook gelezen dat er wat tegenonderzoek is, dat we niet te veel in paniek moeten raken. En dat doe ik dan ook maar niet. Dus wij eten gewoon nog boterhammenworst met maten, zoals je eigenlijk alles met maten moet eten. Om mijn eigen druk te gaan maken, want wat zit er in het vlees, dan hoef ik s'avonds niet meer thuis te komen, want dan maak ik niet meer aan tafel komen. Wat zou je aan andere mensen adviseren? Vooral heel veel variëren. Een dagje vis, een dagje een vleesvervanger, kip, kalkoen, andere gevogelte, variëren. Ik heb van mijn leven nog nooit een frikandel gegeten. Een ham weet ik eigenlijk ook nooit. En worst eigenlijk ook niet. Maar het is niet zo dat ik geen vlees eet. Want hier in deze tasje zit roastbeef. Breda Nu. Je weet het meteen.